Hartelijk welkom mensen weer op deze Sabbatmorgen. Een gezegende Sabbat toegewenst vanaf deze kant. Wij willen weer samen het woord van God onderzoeken. Er komt nu heel veel bij elkaar, maar voordat wij daarmee beginnen gaan we natuurlijk eerst met z'n allen zingen. En dat doen we uit de psalmen. En dat is psalm 125 en daarvan het eerste vers. 125 en daarvan het eerste vers. De melodie is ietsjes moeilijker misschien, maar de tekst is heel mooi. Want hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op den Heer vertrouwt. En dat willen wij natuurlijk, op de Heer vertrouwen, en dan zal ons niets overkomen. En dus ook niet wankelen, twijfelen. Laten we eerst samen zingen Psalm 125, het eerste vers. Als wij de juiste grondslag hebben, dan zullen wij nooit bewogen worden. En daar zijn we elke keer mee bezig, vanuit Gods woord vandaan. Om die juiste grondslag in ons hart te krijgen. Een juiste grond bewerken, hebben we allemaal besproken. Maar we willen nu eerst met z'n allen weer de Heere zoeken in gebed. Mijn verzoek is daarom ook aan u, of u heel in het bijzonder met mij mee wilt bidden. God smeken om die Heilige Geest, want er komen nu heel veel dingen bij elkaar en we hebben Gods Heilige Geest daarvoor nodig. Maar ook voor deze afgelopen week en alles wat er is gebeurd. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat u ons weer hebt geroepen om dat geweldige mooie woord van u te overdenken, in ons hart te krijgen en daaruit te leven. Ik moet ook bekennen dat op wat voor manier deze week misschien weer fouten zijn begaan door ons. Dat we verkeerd hebben gedacht, verkeerd hebben gesproken, verkeerde daden hebben gedaan, goede daden hebben nagelaten. Het zijn allemaal dingen die we verkeerd kunnen hebben gedaan. En we willen zo graag op u lijken, lieve Heer Jezus. Zo nederig en zo goed. Maar het is niet altijd even makkelijk. Maar het is wel mogelijk, omdat u dat voor ons hebt mogelijk gemaakt. Wilt u in het bijzonder bij die mensen zijn die geliefden hebben verloren, alleenstaanden, mensen die verdriet hebben, die ziek zijn geworden, ongelukken hebben gehad. Er is zoveel verdriet hier in deze wereld en we willen graag op u lijken, maar als die benauwdheid aanbreekt, dan wordt dat steeds moeilijker. Maar we weten dat we op u aankunnen. Kom daarom met grote kracht over al die mensen, thuis of waar ze zich ook maar bevinden. In moeilijke gebieden, zendingsgebieden, help me mee om staande te kunnen blijven. We bidden ook in heel in het bijzonder voor deze eredienst, of u bij ons wilt zijn. Kom met uw Heilige Geest over ons, dat we bemoedigd mogen worden. Ook dat we de dwalingen goed zien en dat we weten dat we nu op het goede spoor zitten. En andere mensen kunnen meehelpen om die dwalingen te kunnen ontdekken. Want daar draait het natuurlijk om, dat wij niet in dwaling verkeren. Dat we niet die verkeerde insecten zijn, het ongedierte zijn, de parasieten zijn. Kom met grote kracht over ons. Dat bidden we van u. Om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam wil. Dat we het woord mogen verstaan en uit vergeving van onze fouten en gebreken. Om Jezus wil alleen. Amen.
Wij willen die geweldige mooie wet van God eerst weer onderzoeken en in ons hart griffen. Laat ik het zo maar uitdrukken, want als we niet die geboden diep in ons hart dragen, dan hebben we de meeste kans om fouten te maken. Want juist in Exodus 20, de versen 1 tot en met 17, staat het heel duidelijk allemaal uitgelegd. Het karakter van onze geliefde Heer Jezus Christus wordt hier tentoongespreid. Hoe wij moeten leven. Laten we maar starten. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Tot zover deze geweldige mooie wet van God, die we toch heel graag diep in ons hart willen hebben. Wij hebben nog een aantal erediensten te gaan. En vooral deze eredienst is de laatste als het gaat om gelijkenis. De laatste gelijkenis. Die gaat over dat visnet. En ik zal hem alvast aan u voorlezen, want het is nogal belangrijk wat hier allemaal staat te gebeuren. Juist spreekt de Heer Jezus ook over de eindgeschiedenis nu. En wat er allemaal staat gebeurd. Vooral de verdere twee erediensten worden heel erg belangrijk. Maar ook deze. Matteüs 13 vanaf vers 47. Matteüs 13 vanaf vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, dat allerlei soorten van vissen, staat daar, denk ook eens aan de oesters, samenbrengt. Daarom is vissen niet alleen vissen, dat wil ik daarmee zeggen. Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. En nederzittende lezen het goede uit hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Dus de bozen worden afgescheiden. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En Jezus zei tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot hem: Ja, Heere. En hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk schriftgeleerde, en dat gaan we volgende keer onderzoeken. Want hier wordt heel nadrukkelijk die andere groep aangewezen. Maar eerst worden die kwaden, goeden natuurlijk verzameld, maar die kwaden, die worden weggeworpen.
En ik goeden blijvend staan. Wij willen weer terug naar les naar het leven van alle dag. Er is hier nu heel veel te zeggen. Ik probeer het natuurlijk in deze eredienst voor u te vertellen allemaal. Maar we komen tijd tekort. Dat kan ik op voorhand al zeggen. Maar wat we kunnen doen, dat doen we. Want het gaat over het visnet. Laten we maar even beginnen te lezen in het boekje Christ Objects Lessons. Lessen uit het leven van alle dag. Bladzijde 69. We hebben met drie valkeren te maken. Dat hebben we allemaal al goed begrepen. En nu moet u heel goed beseffen, wat zijn die drie valkeren? Vooral in die eindgeschiedenis, die komen bij elkaar. Dat wordt één volk, Ezekiel 37. Laten we lezen. Het koninkrijk, daar staan we. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee. Weet u het nog? Daar lagen ook die oesters in die zee. Met of zonder parels, naar gelang. Dat allerlei bijeenbrengt. Wanneer het vol is, vol met, denk nog eens aan die grote druk die die oester heeft gehad. Die mensen die enorm veel druk hebben gehad hier in deze wereldgeschiedenis, die worden opgevist. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaat. Dus het goede wordt in vaten verzameld. Het is belangrijk dat we een goed karakter moeten hebben. We willen toch zo zijn als Jezus, nederig en goed. De eerste vers hebben we gespeeld voor de eredienst. En misschien meegezongen. Doch het ondeugdelijke werpt men weg. Dus, als we daar eens even onze vorige eredienst, de parel van grote waarde bijzetten. Dus het goede, degenen die parels hebben, de oesters die parels hebben, mensen die parels in hun hart hebben, met in bijzonder die grote parel, gerechtigheid door geloof, weet je het nog? Die worden verzameld in goede vaten. Dat is het goede in vaten. Ze zijn zelf ook de vaten. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En het ondeugdelijke. Het ondeugdelijke, dat zijn die oesters, mossels wat ze ook wel genoemd, oesters die geen parels hebben. En, ik kan u al vertellen, toen die parelvisserij nog volledig gaande was, zoals het echt begonnen is, dan lagen die stranden vol met allemaal oesters. Let wel, die werden niet opgegeten. Die werden gewoon aan de kant gegooid, konden ze niets meer mee. Nou, die lucht was ook niet te dragen natuurlijk daar, maar afgezien van dat, alleen die parels hadden die parelvissers belang bij. En nu doen ze het heel anders, is een totale vervalsing gekomen. Ook bij die dieren, ziet u dat maar eens na op het internet. Wikipedia bijvoorbeeld. De Chinezen hebben daar iets op gevonden. Die stoppen iets in die oester en dat wordt dan toch een parel. Dat is 24 van de 32 oesters levert dan een parel op. Het duurt wel 4 tot 6 jaar, maar afgezien van dat. De vervalsing. De mensen bedenken wel iets, zeggen we wel eens. Nou. Maar even terug naar onze gelijkenis. U hebt onder grote druk gestaan en u hebt die geweldige parels in uw hart gekregen. Daar hebben we het hier over. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld, staat daar. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonden. Daar staat het al, wat ik zo pas ook zei. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Wie heeft het goede en wie heeft het verkeerde? Wie heeft de waarheid en wie heeft de dwaling? Nou, daar spreken we met z'n allen over natuurlijk. We hadden drie valkeren toch? Laten we eerst op voorhand eens even opzommen. Het eerste volk, letterlijk Israël, wat voor dwaling had hij? Die wouden van de overheersing van Rome af. Klopt dat? Dat klopt. En dat moest de Heer Jezus maar even regelen, even in onze bewoording. Nou, dat begreep je nog niet, wat er in het Oude Testament stond. En dan de tweede groep, geestelijk Israël.
De tempel moet herbouwd worden. Natuurlijk, we moeten allemaal naar Jeruzalem. Tempel herbouwen. De tempel wordt hier woest gelaten, zei de Heer Jezus. Jeremia 31, lees dat allemaal nog eens door. Dus, dwaal. En dan de zevende dagsadventist. Het derde volk. Het moderne Israël. Wat hebben die? De zondagswet komt en dan zullen wij regeren en dan brengen wij de luide roep. Dat klopt wel, maar zijn die wel gereed? Nou, u zult al een beetje verstaan, na een aantal erediensten, dat die lang nog niet gereed zijn. En als we dat nu eens een beetje bewijzen met z'n allen, echt gaan onderzoeken, dan pakken wij daarbij de geestenprofetie. Ik heb wat verschillende boeken voor u meegenomen, om het vanuit de geestenprofetie te onderbouwen. Dan gaan we eerst naar de Wens der Eeuwen. Daar heb ik even de oude serie meegenomen. Wens der Eeuwen, bladzijde 337. Dan gaan we eerst naar het letterlijke Israël. Bladzijde 337. En wat lezen we daar? Uit het hoofdstukje. Dat is ook interessant om dat even te vernoemen. Het keerpunt in Galilea. Het keerpunt in Galilea. Bladzijde 337. Dus het letterlijk Israël. Hoe zij in dwaling zaten. De proef was zwaar. De geestdrift. Een derde van onderen, bijna op helft. De proef was zwaar. De geestdrift van hen die getracht hadden hem met geweld te nemen en koning te maken, verkoelde. Deze toespraak in de synagoge, verklaarden zij, had hun de ogen geopend. Nu lieten ze zich niet meer bedriegen. Door wie? Door Jezus, dat dachten ze. Naar hun mening waren zijn woorden een rechtstreekse bekentenis dat hij niet de Messias was. En dat uit relatie met hem geen aardse beloning te verkrijgen waren. Zij hadden zijn wonderwerkende kracht verwelkomd, in eerste instantie. Zij waren verlangend om bevrijd te worden van ziekte en lijden. Maar zij wilden geen medeleven tonen voor zijn zelf opofferend leven. Zij gaven niets om het geheimzinnige geestelijke koninkrijk waarvan hij sprak. De onoprechten, de zelfzuchtigen die hem gezocht hadden, wensten hem niet langer. Indien hij zijn macht en invloed niet wilde gebruiken om hun bevrijding van de Romeinen te verkrijgen, wilden ze niets met hem te maken hebben. Ze wilden dus niets met Jezus te maken hebben als ze niet bevrijd werden van de Romeinen. Daar staat nogal wat. Dat is precies hetzelfde wat er nu ook speelt. De tempel moet herbouwd worden. Dan gaan we naar de eerste geschriften van E.G. White. Die tempel moet herbouwd worden. Jammer, klopt dat wel? Dan gaan we naar bladzijde 81 toe van de eerste geschriften. En interessant is dat daar ook de vervalsing voor zevende-daagsadventisten al in staat. Dat gaat over het gedurig, maar daar zijn we even niet mee bezig. En dan onderin. Op bladzijde 81, eerste geschriften, de tijd van de inzameling. Toen werd ik op sommigen geweest die in de grote dwaling verkeren van te geloven dat het hun plicht is om naar het oude Jeruzalem te gaan. En denken dat zij daar werk te doen hebben voordat de Heer komt. Dat is dus nu ook volop gaande. Zulke opvatting is berekend om de gedachten en de belangstelling af te trekken van het tegenwoordige werk des Heren, dat gedaan moet worden onder de boodschap van de derde engel. Want zij die denken dat zij nog naar Jeruzalem moeten gaan, zullen hun gedachten daar hebben en hun middelen zullen aan de zaak van de tegenwoordige waarheid onthouden worden, om hen en anderen in staat te stellen van daar heen te gaan. Ik zag dat zulke een zending geen wezenlijk goed zou doen. En dan staat verderop, ik zag ook dat het oude Jeruzalem nimmer herbouwd zou worden. En dat Satan zijn uiterste deed om de gedachten van de kinderen des Heren nu op deze dingen te vestigen. Dus die geestelijke Israël, met heel in het bijzonder ook de evangelische hoek en gereformeerden al,
Wat willen ze allemaal? Nu, in de tijd van inzameling, om hen te verhinderen al hun belangstelling te wijden aan het tegenwoordige werk des Heren. En er hen toe te leiden om de nodige voorbereiding voor de dag des Heren te verwaarlozen. Ja, pijnlijk. Dat zijn de geestelijke Israëlieten. Anders gezegd, de Sjatuken menen nu. En toen ook al natuurlijk. Het is al begonnen na 1844. En dan hebben we nog zo'n groep. Die wil ik er even bijpakken. Dat speelt zich ook heel veel af in de Sjatukumene kerken. Vooral bij de valse profeten. Dat is het duizendjarig vervalste rijk. Dan gaan we met z'n allen naar de grote strijd. Of anders gezegd, het grote conflict tussen Christus en Satan. En wel op bladzijde 278. Want zelfs William Miller had dat al begrepen. Bladzijde 278. William Miller, dat hoofdstuk. En daarbovenaan, eerste alinea. Miller nam de manier waarop de profetieën in het verleden in vervulling zijn gegaan als maatstaf voor de beoordeling van de profetieën die nog moesten uitkomen en kwam tot de overtuiging dat de algemene gangbare opvatting over Christus geestelijk koninkrijk, hoort u het weer, precies hetzelfde, die was er toen ook al in Miller's tijd, na 1798, een millennium of duizendjarig rijk voor het einde van de wereld absoluut onbijbels was. Absoluut onbijbels. En als we dan ook nog eens een keer naar bladzijde 326 toe gaan, van het grote conflict, hoort u al wat er speelt? Ze hebben allemaal dezelfde vervalsingen. En dan helemaal onderaan. Lees dat voor uzelf allemaal heel goed door, want er staat nog veel meer in als Gods volk het licht wil aannemen. Zoals het vanuit zijn woord tot hem komt. Laten we dat er even bij pakken. Tweede alinea van onder. Als Gods volk het licht wil aannemen zoals het vanuit waaruit zijn woord, de Bijbel, tot hen komt, zouden zij eenheid bereiken waarvoor Christus heeft gebeden. Een eenheid die door de apostel wordt beschreven als de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Hij zegt, er is één lichaam, één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop. Ziet u de studies nog eens na van Efeze, heb ik dat ook allemaal behandeld. Erediensten A. En dan komt het. De gelovigen die de adventboodschap hadden aangenomen, hebben deze gezegende resultaten ervaren. Zij kwamen uit verschillende kerken naar de scheidsmuren die tussen de verschillende kerken bestonden, en dus nu ook, ze hebben allemaal dwalingen, werden met de grond gelijk gemaakt. Einde. Juist in de zesde hervormingsperiode. En dat komt weer in de zevende hervormingsperiode. Werden met de grond gelijk gemaakt. Een prachtige mooie uitspraak. Tegenstrijdige geloofspunten werden weggewerkt. Gaat weer gebeuren. De onbijbelse verwachting van een duizendjarig rijk op aarde voor Christus wederkomst werd opgegeven. En dat zal weer opgegeven worden. Ja, en dan komt nog die pijnlijke situatie in de zevende dag Adventistische gemeente. Want zij zeggen, wij gaan de luider opbrengen. Ja, dat klopt, maar wie zijn dat? We gaan eens naar Getuigenissen, bladzijde 63, getuigenissen 2. Twee getuigenissen, bladzijde 63, zo moet ik het zeggen. Want daar vindt u heel veel. Als we er even bovenin zien, er zijn afvallige groepen. De zuurdezen der godsvruchten. Daar staat er weer. De zuurdezen der godsvruchten, bladzijde 62. 63 is het belangrijkste, maar 62 staat net even iets wat ik even mee wil nemen. De zuurdezem der godsvrucht heeft nog niet al zijn kracht verloren. Nog niet. Ten tijde dat het gevaar en de inzinking van de gemeente het groot zijn, zal het kleine kuddeke, degene die
Staan in het licht, zuchten en uitroepen over de gruwelen die in den landen geschieden. Dat is niet volop gaan. Ezekiel, nee, weg. Nou, dan gaat u verder, die afvallige groepen. En dan ziet u ook iets onder de midden. Maar de heerlijkheid des Heren was van Israël weggegaan. Dus van Silo. Lees voor uzelf nog eens laatste events, bladzijde 41 en 43. En dan komt wat we continu hebben verkondigd bij die zondagswet. Het oordeel begint bij de zevendedagsadventisten, bij de zondagswet. Voor de zondagswet natuurlijk al, maar bij deze. Bladzijde 63. Een derde van onder. Hier zien wij, en daarvoor ziet u ook Ezekiel 9 vers 6 helemaal uitgewerkt. Maar daar wil ik even niet naartoe, maar je moet u er wel bij nemen. Hier zien wij dat de gemeente des Heren, heiligdom, zevendedagsadventisten, de eerste was om Gods wraak te ondergaan. De oude mannen die van God groot licht hadden ontvangen en die als wachters stonden over de geestelijke belangen van het volk, dus dat zijn de herders, hadden het in hen gestelde vertrouwen beschaamd. Ze hadden het standpunt ingenomen dat we niet naar wonderen en kenmerkende openbaringen van Gods kracht, zoals in de verleden tijden, behoefden uit te zien. De tijden waren veranderd. Vrede, vrede, geen gevaar. Deze woorden versterken hun ongeloof. En zij zeggen, de Heere zal geen goed doen, ook zal hij geen kwaad doen. Hij is te barmhartig om zijn volk, der zevende dag zou vertiezen, met oordelen te bezoeken. Zo is vrede en geen gevaar, dat zei ik al, de roep van mannen die nooit weer hun stem naar die zondagswet als bezuin zullen verheffen. Om Gods volk hun overtredingen en het huis Jacobs hun zonden te tonen. Deze stomme honden, dat zijn de herders, lees Jesaja 56, vers 9, die niet wilden blaffen, zijn degenen die de gerechte wraak van een beledigd God zullen ondergaan. Mannen, maagden en kleine kinderen zullen allen omkomen in de tweede holocaust. Ja, zult u zeggen, hier word ik niet blij van, als zevende dag staat vertist. Nee, u moet zien dat u die parels in uw hart krijgt. Overduidelijk. Dus wat zien we? Drie groepen. Drie volkeren. Wat wilt u? Hoe denkt u daar nu over? Beseft u nu een beetje in wat voor tijd we komen? Lees voor uzelf nog eens een keer 1 Petrus 4 vers 17. Bijbelcommentaren 6:74 en 6:84. Ja, ik heb het al zo vaak genoemd. Waardoor komt dat? Misschien moeten we daar even naartoe. Hoe is dat toch mogelijk dat het zo ver komt? Men durft niet meer te blaffen, hebben wij gelezen. De honden durven niet meer te blaffen. En ze durven ook niet meer te vermanen. Dat is blaffen natuurlijk. Want een hond is een waakzame hond. Die moet blaffen als er gevaar dreigt. Laten we samen eens even naar getuigenissen voor de gemeente deel 5 toe gaan. Bladzijde 552. Wat houdt dat niet meer blaffen in? U zult al een beetje verstaan dat het wel heel pijnlijk voor de herders wordt. Maar ja, ik kan er ook niets aan doen, het staat hier. Negeren van licht en alles wat ze wel niet doen. Laten we maar eens lezen. Bladzijde 552, 5 getuigenis. Het verwerpen van vermaningen staat erboven. Maar wij starten in het midden. In bijna alle gevallen. Let op. In bijna alle gevallen waar vermaning noodzakelijk is, zullen er mensen zijn die volledig het feit over het hoofd zien dat de geest van de Heer bedroefd wordt en zijn werk smaad wordt aangedaan. Deze mensen hebben medelijden met hen die vermaand worden, omdat persoonlijke gevoelens gekwetst zijn natuurlijk. Al deze ongeheiligde gevoelens van medeleven plaatsen de sympathisanten in een positie waarin zij medeschuldig zijn. Dat is dus Romeinen 1 vers 32. Met degene die vermaand wordt. Dus u hoort daarbij. U bent medeschuldig. In 9 van de 10 gevallen had degene die aan zijn zonden is overgelaten geholpen kunnen worden. Om ze in te zien.
En had dan veranderingen in zijn leven kunnen aanbrengen. Bemoeizuchten. Ongeheiligde sympathisanten. Kennen degene die terecht wijst, als mede de aard van de terechtwijzing zelf, verkeerde motieven toe. Door te sympathiseren met degene die wordt vermaand, brengen zij hem of haar natuurlijk ertoe te geloven dat hem of haar een werkelijk onrecht is aangedaan. En zijn gevoelens komen in opstand tegen diegene die zijn plicht heeft gedaan. Zij die trouw, er komt ook een bemoediging. Zij die trouw zijn aan hun onaangename plichten en die dit doen met een besef van hun verantwoordelijkheid jegens God, zullen zijn zegen ontvangen. U hoort mij ook continu vermanen. Naar drie volkeren toe, drie groeperingen toe. Met in bijzonder de laatste Shatukamene. En als we dan nog ook nog even teruggaan naar bladzijde 549, hetzelfde boek, vijf getuigenissen voor de gemeente. Helemaal onderaan, bladzijde 549. Als er duidelijk sprake is van kwaad onder zijn volk, wij hebben dus de plicht om te vermanen, dat staat er ook boven, en als de dienstknechten van God er onverschillig aan voorbij gaan, dan komt het erop neer dat zij de zondaren rechtvaardigen en steunen. En dan zullen zij eveneens ontvangen van het ongenoegen van God. Leest u daar voor uzelf nog eens bij, hebben we al behandeld, Ezechiël 3 en Ezechiël 33. Want zij zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de zonde van degene die schuldig zijn. In visioen ben ik gewezen op veel gevallen waarin het ongenoegen van God is opgewekt door een verzuim aan de kant van zijn dienstknechten om de verkeerde dingen en de zonden die bij hen voorkwamen aan te pakken. Mag u dat allemaal nog lezen? Het is juist bij de leidinggevenden in de Zevendedags Adventistenkerk. En als u dat leest, ik zal de laatste regel nog even pakken, op bladzijde 550, een kwart van boven, het heldere en duidelijke getuigenis. Daar staat ik even. Vier woordjes van de kant. Het heldere en duidelijke getuigenis moet in de gemeente leven. Of de vloek van God zal net zo zeker op zijn volk rusten, Zevendedags Adventisten, op zijn volk rusten, als op het oude Israël vanwege hun zonden. Wat had het oude Israël? Ook een vloek over hem, de 25-20, gewogen in het lichaam bevonden. En zo zal dat ook gebeuren bij de Zevendedags Adventisten, gewogen in het lichaam bevonden. Wat een ernstige waarschuwing hebben we hier. Sommige mensen zullen zeggen, ja, hier word ik toch niet meer blij van. U kunt wel blij worden. Waarom? Als u die dwalingen herkent, die parasieten die bij u binnen zijn gekomen, u herkent die druk, die oestermossel die op die bodem van die zee, van die volkeren ligt, en u maakt daar parels van. Wat dan? Dan wordt u heel blij. Dat heb ik al gezegd, dat is een hoera stemming krijgen. Dan eindelijk, ik heb weer een dwaling ontmanteld door Gods kracht. Door Gods onfeilbaar woord. En dat is natuurlijk geweldig mooi. Ik laat nog even een stukje lezen met u. Uit Christ Objects Lessons. Lessen uit het leven van alle dag. Want het gaat verder. Het slepend van het net is de prediking van het evangelie. Daar zijn we dus nu ook mee bezig. Dat slepen is nu gaande in die eindtijdgeschiedenis. Voor wie? Met in het bijzonder ook voor de Zevendedags Adventisten. Maar nog meer in het bijzonder voor de Shatukamene-kerk. Voor al die drie plus één volkeren. Het slepen van het net is de prediking van het evangelie. Dit brengt zowel goede als bozen in de gemeente. Dus u weet zeker dat er bozen in de gemeente zitten. Wanneer het werk van het evangelie voltooid is, zal de scheiding plaatsvinden door het oordeel. Oordeel zonder wet, oordeel eerste plaag. U weet dat. Christus zag dat de aanwezigheid van valse broeders, hier wordt het duidelijk aangemerkt, in de gemeente zou maken dat op negatieve manier over de waarheid gesproken zou worden. Ja, u hebt nogal iets te verantwoorden naar God toe. Als u
negatief over de waarheid spreekt, negatief over het nieuwe licht spreekt. De wereld zou het evangelie lasteren op grond van de inconsequente houding van onwaardige geloven. Binnen Gods volk is een enorme inconsequente houding aangenomen. In alles wat er mag binnen de kerk momenteel, het is angstaanjagend. Lees vooral zelf nog eens heel goed Romeinen 1 door. Weet u dat? Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, alles is toegestaan. Zelfs al binnen Gods volk. De inconsequente houding. En nogmaals, diegenen die praktiseren, daar spreek ik altijd over. Zelfs christenen zouden struikelen als zij zouden zien dat velen die de naam van Christus dragen niet door zijn geest worden geleid. Mensen gaan de kerk uit als ze dit soort dingen zien, wat in Romeinen 1 vermeld staat. Omdat deze zondaars in de gemeente zijn, worden zelfs aangemoedigd door de herders, de valse herders en priesteressen al, zo ze zich noemen. Zouden mensen gevaar lopen te denken dat God hun zonden door de vingers ziet? Nou, dat gaat dus niet gebeuren. Daarom neemt Christus de sluier voor de toekomst weg en vraagt dat allen beseffen dat het karakter en niet de status de toekomst van de mens bepaalt. Geen leiders, geen sabbatschoolleiders, geen herders, geen penningmeesters, geen diaconessen. Diakens. Al die leidinggevenden, ze hebben allemaal een baantje momenteel natuurlijk in de kerk. Die hebben een enorme verantwoordelijkheid. Beseften ze dat maar wat meer. Ja, wij willen weer zingen over het echte recht. Uit Psalm 119 natuurlijk. De wet van God. En dat is vers 32. Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend. Ik ben metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Vreest God en geeft hem de heerlijkheid. Vreest hetgeen wat in Gods woord staat. En leven naar uw goddelijk bevel. Nou, we hebben wat goddelijke bevelen nu aan ons voorbij laten gaan. Maar hoe gaat u daarmee om? O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Och, wier ik in uw wetten onderwezen. Was ik maar in uw wetten onderwezen. Laten we samen zingen Psalm 119 vers 32. God. Die vinden we in de Bijbel. En wij willen natuurlijk zelf de wetten wel bepalen. Nou, ik kan u al vertellen, dat gaat u niet lukken. God heeft een wet en daar moeten we ons aan houden. We willen eerst, voordat we gaan bidden en nog een lied gaan zingen, naar de Bijbel terug. Met name wil ik u heel nadrukkelijk weer wijzen op: wanneer gaat die genadedeur dicht? Dat sleepnet dat komt over die bodem van die zee, van die volken.
En dan moet ik ook heel nadrukkelijk bij benadrukken dat u op het internet daar een studie over kunt vinden, over 1000-jarig rijk, en ook nog een eredienst erover kunt vinden. Dus zie die daar vooral bij, want ik wil niet herhalen. Ik kan veel meer uitleggen natuurlijk over, met in het bijzonder 1000-jarig vrederijk, de vervalsing. Maar ik wil u iets extra meegeven hier. Dus mijn verzoek is ook nadrukkelijk, zie dat wel dat hierbij. Dan krijgt u dat totale beeld veel helderder. Vooral die Chartreuse kerk. Maar wij gaan even naar Openbaring 19. En dan start ik even in vers 11. Lees die voor uzelf natuurlijk wel heel goed. Openbaring 19 zelf door. Want die grote stem komt enzovoort. Maar ik wil er iets uithalen voor uzelf. U kunt natuurlijk ook altijd naar de Bijbelstudies van Openbaring 19 nog toegaan. Op het internet. Vrij te downloaden. Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dus het oordeel komt eraan. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist. Dat weet u. Openbaring 3 vers 12. Dan hij zelf. Jezus Christus heeft ook een nieuwe naam. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. De nieuwe naam. En de heirlegers in den hemel volgden hem op witte paden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaar. Al die engelen komen met Jezus Christus het oordeel over deze wereld. En dan, en uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen zou slaan. Dus het einde is daar. De heidenen worden geslagen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. Nou, dat is niet te weinig wat daar gebeurt natuurlijk. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met Openbaring 16. Die wil ik er straks nog even voor u bijhalen. En hij treedt den wijnpersbak van de wijn des toorns in de gramschap des almachtigen gods. Dat hebben wij ook onderzocht met z'n allen. Openbaring 14, vanaf vers 14 tot en met 20. Dat weet u, die sikkel komt eraan. Met die wijnpersbak. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning der koningen en Heer der heren. U kunt ook op uw dij iets hebben geschreven. Gewogen en te licht bevonden. Die twee grote verschillen zullen dan ook heel goed kenbaar zijn. En u weet, dat heeft ook alles te maken met 2520. De mensen weten het allemaal wel. Ze willen geen nieuw licht aannemen. Er komt geen vloek over de zevendedaagse adventisten. Nou, er komt net zo'n vloek over de zevendedagsadventisten als over het letterlijk Israël. De eerste holocaust. En die tweede holocaust is voor de zevendedagsadventisten. U leest dat hier allemaal. Ik leg het alleen maar aan u uit. En ik zag een engel staande in de zon. Zon der gerechtigheid. En hij riep met een grote stem zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen. Komt herwaarts en vergader u. Tot het avondmaal des groten gods. Het zijn twee avondmalen. Eén in hemel voor Gods oprechte kinderen. En een avondmaal hier. Voor Gods onoprechte kinderen. Heidenen. Naam zevendedagsadventisten. Naam christenen. Dat is pijnlijk. Maar dit moet u goed verstaan. En lezen natuurlijk. Opdat gij eet. Nou, dan gaan we straks verder mee lezen. Vanaf vers 18. En ik wil, zoals gezegd, nog even heel nadrukkelijk u op vers 13 van Openbaring 16 wijzen. Openbaring 16, en dan pak ik even vers 12 nog even bij, want dan ziet u dat beter, want het is bij de zesde engel wat daar gebeurt. En de zesde engel goot zijn viool uit op den grote rivier, den Eufraat, en zijn water is uitgedroogd. Als de Eufraat opdroogt, is er geen ondersteuning meer voor al deze partijen. Ook voor het pausdom als nieuwe wereldorde leider. Opdat bereid zal worden de weg der koning die van de opgang der zon staat daar. Nee, niet van de opgang der zon, maar uit het oosten wordt dat te staan. Zo komen ze.
En ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets drie onreine geesten gaan, den vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde, der gehele wereld, om die te vergaderen tot een krijg van die grote dag des almachtigen Gods. En daar gaan we straks over spreken. Even wat meer verzen gelezen, maar besef dat goed, ook in profetenschool B ben ik hier heel specifiek op ingegaan. Maar wij willen straks verder met Openbaring 19 vers 18. En dan willen we eerst nog een lied zingen. En dat is een hele mooie psalm. Ook een van mijn lievelingspsalmen. Ik heb er meer, maar dit is ook zo'n geweldige mooie psalm. Daar geniet ik elke keer van. Ook met spelen, maar ook met het zingen ervan. Want vers 1 natuurlijk. Hef mijn ziel, o God, der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik kan ervan genieten. Ik heb op u vertrouwd en noden. Die gaan we nu niet zingen. We gaan nu met z'n allen zingen Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Wie heeft lust den Heer te vrezen? De eerste engelenboodschap. Hebt u lust om uw Heer te vrezen? Ja, natuurlijk, gemeene broeders en zusters. Maar ook zevende, daar staat het, is er nog. Laten we samen zingen Psalm 25 vers 6 voordat we in gebed gaan. Ik vind het ook niet prachtig om zulke liederen te zingen, maar vooral om het verlossingsplan daarin te zien. U kunt vooral in het begin erediensten heel veel terugvinden waar ik psalmen uitleg. In die psalmen vindt u het verlossingsplan. Alles wat wij hier bespreken vindt u daar terug. Maar wij willen eerst de Heer zoeken in gebed. Wilt u samen met mij ook het hoofd buigen en intens de Heer Jezus smeken, ook voor uzelf. Maar ook voor mij, want uit mezelf kan ik ook niets, om de Heilige Geest te mogen krijgen in ons hart en in ons verstand. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God en Vader, lieve Heer Jezus, we komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat u degene bent die het willende werken in ons wil doen. Dat u degene bent die met uw Heilige Geest diep in ons wil komen om die parels tot grote parels te maken en die dwalingen eruit te halen. Het is onvoorstelbaar wat deze drie volkeren van u, die u lief hebt, alle mensen hebt u lief op deze aarde, maar met in het bijzonder uw volk. Het letterlijke Israël, het geestelijke Israël, maar ook het moderne Israël, dat ze keuze maken voor u. En ook de Shatukamene kerken, alles bij elkaar. Dat we straks, als het 3+1 volk, noemen we dat dan wel eens, het vierde volk, vierde generatie hier van volkeren, van u hier op aarde, dat we u mogen loven en prijzen, dat die spaarregen wordt uitgestort, dat we die kracht mogen krijgen om die geweldige mooie waarheid die u ons in het hart hebt gelegd, om die uit te dragen. Kom daarom alstublieft nu ook over ons, dat de mensen thuis uw Heilige Geest mogen ervaren in hun hart. En ook voor mij, want u bent het die het mij ook in mijn hart legt.
Aan u komt alle lof en eer, niet aan mensen toe. Dat mensen ook thuis niet naar mij of naar mensen kijken, maar juist naar uw woord, lieve Heer Jezus, wat we zo al in de diepte hebben besproken in deze gelijkenis. En nu ook nog met dit laatste gelijkenis. Wilt u ons verstand en hart openen? Dat bidden we van u. Door kracht van de Heilige Geest, om Christus Jezus wil. Amen. Ja, we moeten door ons gebed de troon in beweging brengen, zeg ik altijd. En dat wil ik ook heel graag, samen met u. Want wij staan voor een periode, dat is niet normaal, dat kan ik u beloven. Er komt een crisis over deze aarde, want u moet niet onderschatten, als die spaarregen van God uit die hemel komt, en op deze oprechte mensen valt, wat denkt u dan wat Satan daarvan vindt? Nou, u begrijpt echt wel dat hij woest wordt natuurlijk. En wat gaat hij dan zeggen? Dit is een oneerlijke strijd. Heere God, hij is heel brutaal, die Satan. Heel brutaal. God, als u zo'n uitstorting van de Heilige Geest doet, dan is dat een oneerlijke strijd. Zo denkt hij gewoon. Hij is continu oneerlijk bezig. En zijn handlangers ook hier op deze aarde. En ook zijn boze engelen. Maar dan gaan we zien, als God zo ontzettend veel van zijn Heilige Geest uitstort, dan krijgt hij ook macht. En dan zullen we zien dat die vuurballen uit die lucht komen. Dat die machten van Satan aan het werk gaan. Dat is niet normaal. Maar door die tijd kunnen we heen komen. Die vervalsingen zijn we al mee bezig geweest. Dat sleepnet komt in die laatste periode van die wereldgeschiedenis. Over de bodem van de zee, de bodem van de volkeren. En hebt u dan dwaling in uw hart? Of hebt u van die dwaling een parel kunnen maken? Daar spreken we over. En hoeveel parels hebt u dan in uw hart? En vooral die ene grote parel, die moet u heel goed in uw hart hebben. Gerechtigheid door geloof. Jezus Christus is degene die het willen en werken doet. Maar wij willen even terug naar de Bijbel. Want de Bijbel vertelt dat allemaal zo ontzettend mooi. En zoals er gezegd, zie die andere erediensten in die Bijbelstudie ook na, over 1000 jaar vervalsing, vrederijk. Maar ik wil even terug naar de Bijbel, naar Openbaring 19, zoals beloofd. Vers 18. Want er wordt vlees gegeten. Dat is interessant. Vers 18 van Openbaring 9. Opdat gij eet het vlees der koningen. Vlees, dat is de eerste keer. Het vlees der oversten over 1000. Dat is de tweede keer. En het vlees der sterken. Dat is de derde keer. En het vlees der paarden en degene die daarop zitten. Paarden die erop zitten zijn natuurlijk de leiders. En dan het vlees, dus de vijfde keer, voor alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groot. De vijf dwazen in deze wereldgeschiedenis. En ik zag het beest, dat weet u, pausdom, Openbaring 13, eerste gedeelte, Openbaring 13a. En de koningen der aarde, dat weet u ook, Openbaring 17, koningen der aarde. Ik zal hem even voor u oplezen, vers 12. En de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. De VN, vrijmetselarij, kom ik nog zo even op terug, dat gaat u straks zien. Want moet u even weten waar we over spreken. En de koningen der aarde en hun heir en legers vergaderd, de nieuwe wereldorde. Om krijg te voeren tegen hem, Jezus Christus, die op het paard zat. Dus we zitten al in een oordeelsperiode rondom de zevende plaag, zeg ik altijd. Openbaring 16, zesde plaag wat we hebben gelezen, maar ook een zevende plaag. Die op het paard zat en tegen zijn heirleger. Zijn heirleger is het leger van Christus. En dan vers 20. Dan moet u goed opletten wat daar staat. We hebben al even die VN, die koningen, genoemd. Maar er komt een splitsing plaats.
En het beest werd gegrepen. Wat was het beest? Rome. Pausdom. En met hetzelfde valse profeten. Aha. Dus er zijn vele valse profeten. Wat hebben die valse profeten verkondigd? Dat hebben we geleerd met z'n allen. Weet je het nog? Dan zei ik, er is nog een zo'n groep. Er is een groep gereformeerden, hervormden, evangelisten. Die gaan allemaal die tempel herbouwen. Op hun manier. Geen plaats voor. Hebben we allemaal gelezen in de eerste geschrift. Maar er is nog een groep die heeft het duizendjarige rijk. Dat vervalste duizend vrede rijk. Dat zijn valse profeten. Wat doen in principe die valse profeten? Dat zijn heel veel oprechte mensen hoor. Ik kan u vertellen, Jehovah getuigen bijvoorbeeld. Hebben deze leer. Ik ken die mensen ook persoonlijk. Zijn vele ontzettend oprechte mensen bij. Dat moet u goed onthouden. Heel veel mensen sturen ze maar weg bij de deur. Maar ik kan u vertellen, ik heb respect voor deze oprechte broeders. Oké, ze hebben dat stuk van die duizend jaar vervalst. Of anders gezegd, menigeen weet niet dat het vervalst is, laat ik het dan zo uitdrukken. Daar komen de oprechte broeders en zusters echt nog uit in die eindtijd. Daar ben ik van overtuigd. Zo op. Goed is onze God de Vader voor alle kerken in de Sjattelijke Menigheid. Maar die valse profeten, die lijden ze daarvan, die hebben een enorm probleem. Want u vindt het niet die duizend jaar in die Bijbel staan. Wel wat anders. En daar ga ik nu expliciet ook even met u op in. Want juist het beest met die valse profeten, dus ook die evangelisten die heel graag die zondagswet erdoor willen drukken, die zijn het meest schuldig. Met diegene die maar uitstellen. Want Christus komt nog lang niet. Wij hebben wel het vrederijk. En dan gaan wij heersen. Die denken net zoals de zevende dag Adventist. Als de zondagswet komt, dan gaan wij heersen. Nou, wij gaan helemaal niet heersen. Er moet nederigheid, volle nederigheid in ons hart zijn. En ootmoed. Verdraagzaamheid naar onze broeders en zusters in alle kerken. En parels in ons hart, die dwalingen zijn eraf. Het getuigenis, die grote parel hebben wij in ons hart, gerechtigheid door geloof. Dus, u verstaat al, u moet heel goed die Bijbel leren kennen en weten wat daar bedoeld wordt. Dus vandaar ook, zie die studies er nog bij. Dus we hebben twee persoonlijkheden, twee groepen. En we hebben natuurlijk drie. Beest, draak, valse profeten. Waar blijft die andere dan? Nou, daar komen we op. Nogmaals, vers 20. In het beest, pausdom werd gegrepen. En met hetzelfde, de valse profeten. Die tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan hadden. Door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen had. En die dezelfde beeld aanbaden. Een hele regel vol. Maar, de valse profeten, die de zondeswet opleggen. Maar ook die duizendjarig rijk maar naar voren toeschuiven, met het pausdom, die zijn aan de beurt. Die brengen dat merkteken aan op mensen. Anders gezegd, ze verplichten hun de zondag te houden, terwijl we de sabbat moeten houden. En daar ziet u ook deze twee, niet drie, we hadden toch drie. Openbaring 16 vers 13. Draak, beest, valse profeten. Die drie onreine geesten. En u weet ook, die koningen werden ook genoemd. Dus we houden nog iets over. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. Dat is niet normaal wat daar gebeurt. Dat is niet Gog Magog. Gog Magog komt hierna. Openbaring 20. Dit is niet Gog Magog. Dit gebeurt hier nog op deze aardbol. Zevende plaag. Waarom? Daar zijn ook vogels. En de vogels zijn allemaal, kan ik u vertellen, allemaal op deze aarde, bijna allemaal onrein. Ook door de zonde besmet in die periode van Adam en Eva natuurlijk. De hele wereld is besmet geworden met de zonde. Zondeval, moeten we zeggen. Dus die vogels, die gaan iets doen. We hebben geen vogels meer in de hemel die onrein zijn. Laat ik het dan zo uitdrukken. Die vindt u niet in de hemel. Want die besmetting, die onreinheid is gekomen bij de val van Adam en Eva. En die gaan iets doen. Dus dit vindt onherroepelijk plaats hier op deze aardbol. Dat wil ik daarmee zeggen.
En dan komt hij, de overigen, dat is dus de derde groep. Dat is die derde. De overigen werden gedood met het zwaard desgene die op het paard zat. Jezus Christus, met het heilige leger, hebben wij gelezen. Dus, op deze aardbol wordt iedereen vernietigd. Dat staat hier. Dat weten we zeker. We gaan nog verder, ik leg je nog meer uit. Het welke uit zijn mond ging. Ja, dat is natuurlijk symbolische taal. Komt niet een zwaard uit Christus zijn mond, maar het oordeel is geveld. En al de vogelen werden verzadigd van hun vlees. Dat bedoelde ik te zeggen. Onreine vogelen werden verzadigd van hun vlees. Dus, lugubere toestand natuurlijk, zouden we zeggen. Nou, dat is het ook. Daar worden we ook niet blij van. Maar dit is het einde van de wereldgeschiedenis. En, let wel, de 144.000 zijn nog op deze aardbol. Die zijn natuurlijk in de holen van bergen verstopt door engelen. Of in bossen leven ze, afgezonderd helemaal. Maar die zien van alles om hen heen gebeuren. Moet je je eens voorstellen. Maar ze zijn totaal beschermd door Jezus Christus. Is dat niet geweldig? Dat is natuurlijk geen sensatie wat we daar zien. In die zin wil ik dat niet zeggen, maar het is verschrikkelijk wat om ons heen gebeurt. Maar wel, het geweldige daarin is dat we beschermd worden door de Heer Jezus. En dan komt vers 1 van hoofdstuk 20. Dus dit is allemaal gebeurd, die drie partijen, draak, beest, valse profeten, die onreine geesten hebben. Met in het bijzonder natuurlijk, die allemaal zich toegevoegd hebben bij de nieuwe wereldorde. Die worden allemaal gedood. En natuurlijk ook de heidenen. En dan, naam 7e dag staat het, is de naam christenen. En dan staat de gemeenekerk en waar ze zich allemaal maar bevinden. En dan vers 1 van openbaring 20. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende den sleutel des afgronds. En een grote keten in zijn hand. Dat is natuurlijk weer symbolisch, maar het gebeurt ook letterlijk. Uit de hemel komt die engel met een keten in zijn hand. Een keten is geboeid worden. De Satan moet geboeid worden. Want we hebben nu heel goed gezien dat er niemand meer op aarde leeft. Als je zegt, ja, er zijn nog mensen op aarde. Die brengen nog de waarheid. Want er is niemand meer op aarde. Ze zijn allemaal gestorven. En de vogels hebben in hun lijken gepikt. Laat ik het dan zo nogmaals die ligubere uitdrukking gebruiken. Dat staat hier. Ze zijn verzadigd geworden van hun vlees. Dus niet een mens op deze aardbol meer. Dat mag duidelijk zijn. Gaan we straks ook nog even heel specifiek op in. En dan verder. En hij greep, dus die engel, vers 2 van openbaring 20. En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en Satanas, en bond hem 1000 jaar. Dan ziet hij ook gelijk weer die vier naam. Draak, slang, duivel, Satan. En bond hem 1000 jaar. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken, nu zou ik kunnen zeggen, de volken verleiden. Hij staat dat hij nog volken kan verleiden. Nou, dat gaan we nu met z'n allen eens onderzoeken. Dus de volken niet meer zou verleiden. Want, dan gaan we even naar het grote conflict toe. Het grote conflict. De grote strijd tussen Christus en Satan, heet dat boek. Bladzijde 564. 564. Helemaal onderaan. Het grote conflict tussen Christus en Satan, bladzijde 564 onderaan. De aarde. De aarde zal 1000 jaar lang de woonplaats van Satan en zijn engelen zijn. Overduidelijk. Hij zal op aarde moeten blijven en zal geen toegang hebben tot de andere werelden om degene die nooit zijn gevallen te verleiden en te kwellen. Wat hoort u daar? Tot de andere werelden. Tot de volken. Opdat hij de volken niet meer verleiden zal. Dat zijn de volkeren op al die miljoenen werelden. Die kan hij niet meer verleiden. De volkeren hier op deze aarde zijn allemaal gestorven, hoor. En die rest, het echte overblijfseltje, dat is maar een heel klein beetje,
Rest is niet eens een goed woord. Het is een overblijfsel van God. Die zijn niet verdeeld over deze aarde en die worden beschermd door heilige engelen. 144.000 in getal. En dan staat er verder bij, in die betekenis is hij gebonden. Er is niemand meer over wie hij kan heersen. Dat klopt. Hij is gebonden op deze aarde. Hij kan het bedrog en de vernietiging waaraan hij eeuwenlang zoveel plezier heeft beleefd, niet meer voortzetten. De profeet Jesaja heeft de ondergang van Satan in een visioen gezien. Dus ook het Oude Testament. U haalt het niet alleen uit het Nieuwe Testament, maar ook uit het Oude. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? Dit wordt vaak uit de NBG-vertaling gehaald. Pak daar voor uzelf nog even de Statenvertaling bij. En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen boven de sterren gods, mijn troon oprichten. Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen. In het diepste der groeven, dat is het dodenrijk. Nou, daar leeft niemand. Wie u zien, beschouwen u, letten op u, is dit de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangenen niet naar huis liet keren. Jesaja 14 vers 12 tot en met 17. En dan verder, Satan heeft door zijn opstand de aarde 6000 jaar lang, dan weet je ook, 6000 plus 1000 is 7000 jaar, zijn we hier op deze aarde. Met alle evolutietheorieën kunnen we dan totaal de prullenbak in gooien, dat lezen we hier. Satan heeft door zijn opstand de aarde 6000 jaar lang doen sidderen. Hij heeft de wereld tot een woestijn gemaakt en haar steden verwoest. Hij heeft zijn gevangenen niet naar huis laten keren. 6000 jaar lang hebben Gods kinderen in zijn gevangenis gezeten en hij zou hen voor eeuwig gevangen hebben gehouden als Christus hun ketenen niet had verbroken om hen in vrijheid te stellen. Zelfs de ongelovigen zijn nu buiten het bereik van Satan. Hij blijft alleen achter met zijn engelen om de rampzalige gevolgen van de zonde te zien. U leest daar verder nog die 1000 jaar, zweeft hij over deze aarde in Jesaja 14 vers 18 tot en met 20. Lees dat allemaal rustig nog eens door. Dus we weten nu zeker dat de Satan ook niet meer in die andere werelden kan komen. En daar kon hij eerst wel komen. Ook op die andere werelden vindt u de boom van goed en kwaad. En die andere wezens op die andere werelden, die hebben wel gezien wat zich hier op deze aarde heeft afgespeeld. Het is allemaal verlossingsplan. Vindt u allemaal in het boek de grote strijd tussen Christus en Satan. Het grote conflict tussen Christus en Satan. Dus, nogmaals, Openbaring 20 vers 3. En wierp hem, dus de Satan, viervoudige naam, draak, slang, duif, Satan, en wierp hem in den afgrond. Dat is de kuil, wordt het vaak genoemd in het Oude Testament. En sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou. Totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Nou, dan komt dat prachtige mooie vers daartussen, dat er vele martelaren zijn in die eindtijd, geschiedenis. Openbaring 20, vers 4 haal ik heel vaak, of heb ik heel vaak voor u aangehaald. Ik lees hem nog even mee, om het in zijn totaliteit voor elkaar te krijgen voor u. En ik zag tronen, dus dat is in de hemel, in 1000 jaar. En ik zag tronen en zij zaten op dezelfde en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren. Martelaren dus. Om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest in dezelfde beeld, zondags werd aanbidding. Beest van Rome, merkteken van Rome. En dezelfde beeld, Amerika legt die zondagswet op, niet aangebeden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. En dan komt de bevestiging van alles. Maar, staat er, maar, vers 5 van Openbaring 20. Maar,
De overige doden werden niet wederleefd. De overige doden. Dus we hebben nu een opstanding gehad van, heb je ook al geleerd, een vooropstanding van degene die ook in doorstoken hebben, die zullen weer ter aarde worden gelegd, die sterven weer. Ik zeg wel eens, die hebben een drievoudige dood. Eerst een levend hier op aarde waren gestorven zijn, die hem doorstoken hadden. Dan staan ze op. Voor de tweede keer moeten ze de tweede keer sterven. Bij de zevende plaag, dus de zesde, zevende plaag in. Want ze zullen die Heer Jezus zien komen op de wolken des hemels. En dan moeten ze nogmaals opstaan in Gog Magog. Ik zou toch niet graag in die schoenen van die Farizeeën, Sadduceeën willen staan. Beangstigend. Maar, staat er, de overige der doden werden niet wederlevend. Totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus de eerste opstanding geschiet als Jezus Christus wederkomt op de wolken des hemels. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood, dus we hebben een tweede dood, dat wij niet, daar gaan we vanuit, dat hopen we althans, als we de parels in ons hart hebben, geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. Daar staat het nogmaals weer. Dus u ziet overduidelijk volgens mij, in de Bijbel, want ik wil het met opzet nogmaals goed vanuit die Bijbel vertellen, dat daar een tweede dood is. Dus die mensen die staan op na die 1000 jaar en dan moeten ze hun straf nog ondergaan. Zeg wel, daar hebben we ook die 7 plagen weer terug. Een andere periode van plagen, maar als u Ezekiel 38, 39 pakt, dan leest u dat daar heel goed weer in terug. Hebben we allemaal behandeld in de studies. Dus als je studie hebt gedaan, dan ziet u dat. En dan wil ik nog iets halen vanuit de Bijbel vandaan. En dat is Openbaring 22. Openbaring 22. Zou je ook helemaal Openbaring 22 weer moeten lezen? De boom des levens is daar. Met 12 vruchten eraan. Prachtig mooi. Dan kunt u allemaal zien. Openbaring 22 vers 7 wil ik even naartoe. Ziet, ik kom haastelijk, zegt de Heer Jezus, door Johannes heen. Ziet, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie, deze boek bewaart. Bewaren is doen, weet u. Want dat staat in, met in bijzonder vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, bewaren is doen. En ik, Johannes, vers 8, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om me aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie, dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten. Dus die 144.000 die gaan profeteren, dat is enorm belangrijk, zoals je weet. 1 Korintiërs 14, tot 10 maal vernoemd. En degene die de woorden deze boeks bewaren, aanbid God. U moet dat woord in uw hart hebben. Wel zoveel de goede parelen hebben verzameld. En hij zei dat tot mij, verzegel de woorden der profetie. Verzegel de woorden der profetie. Deze boeks niet, want de tijd is nabij. Als mensen zeggen dat boek is verzegeld en de profetieën zijn verzegeld. Zelfs in adventgemeenten, die denken al, er komt geen nieuw licht. Wij hebben de profetieën al, wij hebben de oude paden. Ze begrijpen het nog niet. Volgens mij, na dat u dit hebt gezien, en ook voor die tijd, Matthäus 13 bedoel ik dan heel in het bijzonder, dat er opnieuw geprofeteerd kan worden. En als u Matthäus 1 tot en met 12 nog eens gaat doorzien, en dan zult u ontdekken dat het heel veel geprofiteerd wordt, zelfs vanuit de evangelie vandaan. En dan hebben we ook de laatste 7 dagen nog van Jezus' leven. Zijn boodschap in de profetie, verdieping 1, mag u ook nog zien. Allemaal opnieuw profiteren. Dus opnieuw profiteren is dus ook nieuw licht. Neemt u het aan of verwerpt u het. En dan komt die geweldige regel. Als het niet verzegeld is. Openbaring 10, weet u, vers 7. Alles wat geopenbaard in die eindtijd geschiedenis. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En dan moet u de King James Bijbel bijpakken.
Want er staat soms bij het woordje worden staat stil. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. Worden stil. Als het ware is dat een bevriezingsperiode, als ik het zo mag uitdrukken. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Lees vooral niet, och, dan heb ik nog een tijd na die tijd. Nee, u moet in die eindtijdgeschiedenis, zo mag u het lezen, sjaak de gemeentijd, moet u nog geheiligd worden, gerechtvaardigd worden. Dus, prima, voor de sjaak de voor de eerste plaag. Maar u verstaat al heel goed, en goed gelezen, dat de zevendaagsadventisten een groot probleem hebben, tijdens de luide roep. Op die enkele na. Dus King James Bijbel even lezen erbij, bij vers 11. En zie, ik kom haastelijk, als deze periode aanbreekt, tussen de zondagswet en de eerste plaag in. En zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij. Dus als dat loon met Jezus Christus is, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Dan ziet u nu ook dat juist die 144.000 die al die parels in hun hart hebben, met die grote parel gerechtigheid door geloof, die ik er altijd bij noem, want u kunt niet zonder gerechtigheid door geloof de hemel inkomen, lieve broeders en zusters. Dan mist u alles. Gerechtigheid door geloof is het paspoort voor de hemel. U kunt de hele Bijbel uit uw hoofd kennen. Oplezen. Vind ik allemaal prima. U kunt het nieuwe licht hebben. U weet zoveel van de profetieën af. U kunt opnieuw profeteren tot en met. Maar als u die oprechtheid van Jezus Christus niet in uw hart hebt, die liefde niet, laude zegening, het goud, die klederen, en die ogen zelf, ook voor uzelf heel in het bijzonder, niet voor anderen, maar voor uzelf, dan kon u wel eens op het verkeerde spoor zitten. Dat zijn dus weer die drie persoonlijkheden. Dat zijn dus weer die drie volkeren die totaal op een verkeerd spoor zijn gekomen. Letterlijk Israël, geestelijk Israël, modern Israël. Want dat loon is bij onze geliefde Heer Jezus. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U moet terug, waarna terug. Naar het begin en het einde. U moet de chiastische structuren van onze geliefde Heer Jezus, vanuit het woord van God moet u leren kennen, verstaan. En dan gaan we eens even terug. Waar naartoe? Naar die geweldige mooie gelijkenis van onze geliefde Heer Jezus. Wederom, vers 47 van Matteüs 13. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een net. Nu gaat u dat beter verstaan. In die eindtijdgeschiedenis zondagswet is geweest. En dan gaan we op naar de eerste plaag. Wanneer het vol geworden is, aan de oever optrekken. De vissers, ja, de engelen zullen dat net optrekken. En nederzittende lezende het goede uit in vaten. Hun vaten, nee, vaten. Ik wil die sluikgedrukte woordjes die erbij staan een beetje erbij weghalen, dan ziet u het beter. Dus diegenen die parels hebben, dat zijn ze. Maar het kwade werpen ze weg. Als ons zou het in de volleinding der eeuwen wezen. Dus we weten zeker dat dat het allerlaatste moment is dat u nog kunt kiezen om gered te worden. In de volleinding der eeuwen wezen, staat daar. Dat is het laatste moment in de laatste eeuw van die 6000 jaar. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Zijn dus dan die 144.000 die staan er nog. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Hebben we dat niet met z'n allen gelezen? Juist na de drie engelenboodschap hebben we allemaal besproken. Het is een beetje een samenvatting dan. Maar lees vooral na Openbaring 14, vers 14. En ik zag en ziet een witte wolk. Op de wolk was één gezeten, des mensen zo'n gelijk hebbende op zijn hoofd een gouden kroon. En in zijn hand een scherpe sikkel. Het oordeel komt erdoor. Voor wie? Voor Gods volk als allereerste. Zevende dag zat het is. En daarna komt die engel. Vers 17. En een andere engel kwam uit een tempel die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.
Die is voor de Sjaak Gemeenkerk. Absoluut in die allerlaatste eindtijd zal dat gebeuren. En dan nogmaals, vers 49. Also zal het in de voleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening en knersing der tanden zijn. En Jezus zei het tot hen. En Jezus zegt nu tot u. En ieder die dit hoort. En Jezus zegt tot u. Hebt gij dit allen verstaan? Zij zeiden tot hem, ja Heer. Zouden ze het echt hebben verstaan? Volgens mij niet. Want ze waren zo bang toen Heer Jezus gekruisigd werd. En hij zei het tot hen, daarom, en dat gaan we volgende keer behandelen. Want daarom is het oude en het nieuwe bij elkaar gekomen. En daarom krijgen we de laatste keer nog. Dat de Heer Jezus uit de synagoge werd gebannen. Niet normaal. Dat is de laatste verkondiging van Matteüs 13. Dus wat leest u nu als we naar Openbaring 14 toe gaan? Dat na die periode van de drie engelenboodschap er een periode komt, een hele korte tijd, echt een hele korte tijd, voor de Sjaak Gemeenkerk, om nog te luisteren naar die oprechte kinderen van God uit die zevende dagsadventisten gemeente. En hoeveel het er zijn, ik zeg altijd 1 keer 12.000, maar het kunnen ook wel 300 zijn als we naar Gideon toe gaan. Maak een aparte eredienst in profetenscholen over. Dat we duidelijker krijgen met z'n allen, door Gods kracht. Maar de meesten hebben we heel goed gelezen in bladzijde 155, 166. Laatste events komen uit de Sjaak-Gemeenkerk, inclusief de katholieke kerk. En die zullen ons in ijver ver overtreffen. Hebben we allemaal gelezen, dat hoeven we niet weer aan te halen. Dus, als we nu eens gaan naar ons boekje terug, Lessen uit het leven van alle dag. Lessen uit het leven van alle dag. Christ Object Lessons. Bladzijde 69. Zowel de gelijkenis van het onkruid. Hebben wij besproken. Zie hem anders. Nogmaals na. Dat is belangrijk. U wilt niet onkruid zijn. U wilt niet een oester zijn zonder parels. U weet op zich al. Dat die parasieten daar zo bij u binnengedrongen zijn. Dat u ook niets uit kunt dragen. Dus nogmaals, zowel de gelijkenis van het onkruid als die van het visnet leren duidelijk dat er nooit een tijd zal komen waarin alle goddelozen zich tot God zullen keren. Het is pijnlijk, maar het is waar. De tarwe en het onkruid groeien samen op tot de oogst. Daarom moeten die engelen er ook zijn. Met in het bijzonder de engel van Ezekiel 9 en de engel uit Openbaring 14. Die expliciet die twee groepen ook aanduiden. Eerst Ezekiel 9 voor de zevende dagsadventisten. En daarna de engel voor de Sjaak Gemeenkerk. De tarwe en het onkruid groeien samen op tot de oogst. De goede en onbruikbare vissen. Ik lees het natuurlijk al even tussendoor. U ook denk ik. Oesters. Worden samen aan de oever gehaald om daar te worden gescheiden. Als je die parels niet hebt, een oester zonder parels werd zo weggeworpen. Hebben we niet samen. Ook leren deze gelijkenissen, die we allemaal natuurlijk hebben doorlopen in Matteüs 13, dat er na het oordeel geen proeftijd meer is. Daar hebben we die 1000 jaar. Geen proeftijd meer. Dat is een gigantische vervalsing. En nogmaals, daar komen oprechte broeders en zusters nog uit de kerken vandaan. Als het evangeliewerk voltooid is, volgt onmiddellijk de scheiding tussen goed en kwaad. En is het lot van elke groep, zij spreekt heel natuurlijk over elke groep, groepen, drie persoonlijkheden en drie volkeren, voor altijd beslist. Natuurlijk kunnen de
Letterlijk Israëlieten daar ook nog bij zijn. Ook bij de 144.000. Maar pas op, Messias beleidende Joden, wat voor dwalingen u allemaal nu verkondigt. Die zijn er heel, heel veel. Met feesten en wat ze allemaal niet doen. Ze verloochenen Jezus Christus persoonlijk. Door al die feesten in te voeren. We kunnen nog één feest vieren. Loofhuttenfeest zeg ik altijd. In die eindtijdgeschiedenis. Dat we allemaal verzegeld zijn. En in die zeven plagen zitten. Om de wederkomst van Jezus Christus te verwachten. Maar pas op. Er zijn zoveel geloofsgemeenschappen die continu verkeerde dingen doen. Teruggaan naar het Oude Testament. Het Nieuwe Testament vergeten. En waarom? Omdat ze ook vooral de getuigenissen, of anders gezegd, de geestenprofetie, de derde getuige, niet kennen. En het is wel ontzettend belangrijk wat hier nog staat. God wenst niemands ondergang. Niet mijn ondergang en ook niet uw ondergang. En ook niet van de heiden wenst God niet. Maar zij maken keus. En ieder maakt keus. We zien ook heel duidelijk dat er verschil is. Drie groepen in principe. 3+1. De heidenen hebben keus gemaakt. Willen niet. Dan hebben we nog een groep. De naamadventisten. En de naam. Christenen. En dan hebben we nog een groep. Die zijn allemaal te rusten gelegd. Prima, kunnen we niets aan doen. Maar er is een hele bijzondere groep die blijft staan in die eindtijdgeschiedenis. Dat moet u vooral meenemen. Die er alles aan hebben gedaan, alles op het offerblok hebben gelegd. Die krijgen we nog in Matthäus 13. Die alles op het offerblok hebben gelegd. En die die geweldige mooie waarheid mogen verkondigen. Dus God wenst niemands ondergang. Iedereen krijgt de kans. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heer, Heer. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar veel eer daarin dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leeft. En dan staat heel mooi, bekeert u, bekeert u. Dat is 2 keer. Dat weten wij, hebben wij bestudeerd vanuit de drie engelenboodschap. Want daar vonden we ook 2 keer in Openbaring 14. Zij is gevallen, zij is gevallen. Vers 8. Ik heb hem nog open liggen. Bekeert u. Dat is de tweede engelboodschap. En een andere engel volgde. Dus dat is de tweede engel. Bekeert u. Vreest God. Zij is gevallen. Van uw boze wegen, zegt u de menigkerk. Want waarom zult gij sterven, gij huis Israëls? Hier staat niet Juda, hier staat huis Israëls. Dus Israël, die 10 stammen, huis Israëls. Zolang de genade tijd duurt, smeekt zijn geest, Gods heilige geest, de mensen om de gave van het leven te aanvaarden. Alleen zij die aan dit smeken weerstand bieden, zullen verloren. Weerstand bieden aan nieuw licht, gaat u verloren. Dan zult u zeggen, ja, maar dit wist ik allemaal niet. Kijk, daar zit het verschil. God heeft voor elke periode meer licht gegeven. Als u, toeval bestaat niet, maar als u toevallig door God geroepen bent, en nogmaals, dat bestaat niet, maar u zit in die zevendaagse Adventistenkerk, dat wil ik daarmee zeggen, hebt u heel veel licht kunnen bemachtigen. U bent gedoopt, waarin? In de geestenprofetie. Ja, wordt nu niet meer opgenoemd natuurlijk. Dat past niet zo goed meer. Dat moeten we niet meer op die preekstoel. Of beter gezegd, op het podium. Wat willen we dan? Als u dat afwijst, en u bent daar wel in gedoopt, en iedereen is daarin gedoopt, dan hebt u veel licht gekregen. En als u dat niet gebruikt, hebt u een enorm groot probleem. Dagelijks moet u de Bijbel en de geestenprofetie lezen. En ook verstaan, niet alleen maar lezen. We hebben weer een stukje gelezen. Oh, dat was wel interessant. Nee, u moet veranderen naar Gods beeld. U moet opnieuw kunnen profeteren. Dat wordt hiermee bedoeld. Daar ligt die weging in. Daarom is dat getal 25-20 ook zo mooi. Gewogen en te licht bevonden. U bent te licht bevonden. Alleen zij die
aan dit smeken weerstand bieden, zullen verloren gaan. En ik smeek u nu bij deze. Wees alert, zevende dag staat het is. Wees alert, sjaart de gemene kerk. God heeft gezegd dat de zonde moet worden weggedaan. Als een kwaad dat het universum schade toebrengt. Zij die aan de zonde vasthouden, zullen daarmee ten onder gaan. Als u aan die zonde vasthoudt, zult u daarmee ondergaan. En ik wil een kleine opstap voor u maken. Een kleine op bladzijde 71. Voor de volgende erediensten. Laten we eens lezen. Op bladzijde 71 van hetzelfde boekje. Oude en nieuwe dingen. Officieel zit u ook, als u naar Matthäus toe gaat, kan ik u gelijk op wijzen. Matthäus 13 natuurlijk. Daar zegt de Heer Jezus nieuwe en oude dingen. Hier staat boven oude en nieuwe dingen. Nee, nieuwe en oude dingen. Net andersom. Heeft een betekenis. Lees even. Terwijl Christus het volk onderricht. U wordt nu onderricht door de Heilige Geest, niet door mij. Natuurlijk, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Maar terwijl Christus u door de Heilige Geest, de drie volkeren, de gemeene kerken, de vierde, onderrichtte, voedde hij tevens zijn discipelen op voor het werk dat hen wachtte. U hebt continu, door al mijn predicaties, hoort u continu dat u een van de 144.000 moet worden. En dat zijn de discipelen ook hier. Hij tevens zijn discipelen op voor het werk dat hij wachtte. Dus ook de 144.000, let op. Ik zeg niet dat alleen maar 144.000 overblijven in die zin en de rest van de wereld is verloren. Dat hoort u mij niet zeggen. Maar door elke predikatie, elke eredienst, elke profetenschool, Bijbelstudies, hoort u dat en merkt u dat van mij. In al zijn onderwijzingen lagen lessen voor hen, ook voor u. Nadat hij de gelijkenis van het visnet had verteld, vroeg hij hun, hebt gij dit alles verstaan? U begrijpt Matthäus 13 en ook 1 tot en met 12 natuurlijk. Zij zeiden tot hem, u kunt nu toch ook zeggen, ja. Toen hield hij hun door een andere gelijkenis hun verantwoordelijkheid voor ten aanzien van de waarheden die zij ontvangen hadden. Het nieuwe licht was toen op deze aarde, toen Jezus Christus hier was. Het nieuwe licht is nu ook, want de eersten worden geroepen. De Gideonieten worden geroepen, die zijn nu geroepen. God heeft een shifting aangebracht tussen de Gideonieten. Duizenden werden naar huis toe gestuurd en er blijven maar 300 over. Dus dit is nieuw licht voor deze eindtijd. Deze waarheden. Hij zei dat tot hen. Daarom is een iedere schriftgeleerde, als u goed de Bijbel onderzoekt, die een discipel geworden is van het Koninkrijk der Hemelen, gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen. Dus niet oude en nieuwe dingen. Nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Want als u de nieuwe dingen in uw hart krijgt, dat draait het om, dan gaat u onherroepelijk opnieuw profeteren. En wat is dan opnieuw profeteren? Dan kunt u perfect vanaf Jesaja tot en met Malachi gebruiken. Waarom? Om opnieuw te profeteren. Dus u moet dus, wat staat daar, nieuwe dingen eerst hebben gehad om de oude waarheden uit het Oude Testament goed te verstaan. Prachtig. Wat wilt u? Wat wilt u voor uzelf? Wat ziet u gebeuren momenteel? Verstaat u al wat u ziet te gebeuren? Als u het nieuwe licht niet hebt, kunt u die oude dingen niet meer verkondigen. Kunt u niet opnieuw profiteren. Dat is de kern die erachter. Dus diegenen worden van tevoren gewogen of ze wel echt nieuw licht willen aannemen. En daarmee aan het werk gaan. Neemt u dat nieuwe licht niet aan? Neemt u het niet van een dienstknecht van Jezus Christus aan? En dat mag ik zijn, aan hem alle lof en eer. Want uit mezelf kan ik dat niet. Dan
kunt u straks niet opnieuw profiteren vanuit het Oude Testament. Ik hoop van harte dat u deze waarschuwing, die liefdevolle waarschuwing, deze vermaning van mij naar u echt gaat aannemen. Anders is het, met in het bijzonder voor de zevendedags adventisten, voor u te laat om ooit nog een luide roep te kunnen brengen. Daar spreek ik altijd over. Ik oordeel niet over uw lot. Maar wel weet ik dat dat de vereiste is om de luide roep te kunnen en mogen gaan brengen. Ik hoop van harte dat u daarvoor gaat bidden. God smeken wil om, lieve Heere, vertel mij wat nodig is. Breng het in mijn hart. Geef me die parel om te vertellen wat nodig is en in te zien om de luide roep te kunnen en te mogen brengen. We willen met z'n allen een prachtig mooi psalm zingen. Psalm 25, daarvan vers 7. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Hebt u die engelenboodschap, die vrees in u? Dan zal die verborgen omgang met God in u komen. Zing en lees hem heel goed. Laten we samen zingen. Psalm 25. Daarvan is, hij die trouw is, zal uw en mijn voet voeren uit der boze netten. Dat net komt eraan. Ik hoop niet dat u gevangen wordt in een verkeerde zin door de boze. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. Er is nu zoveel verteld. U hebt zoveel ons bekend willen maken. Alleen al in deze geweldige mooie gelijkenis. Dat we dat nieuwe licht kunnen begrijpen. Dat we de Bijbel beter kunnen verstaan. Dat u met uw Heilige Geest, met die spade regen die komt, over ons uit zal storten. En dat we alles mogen verstaan. En dat mensen harten geopend worden. Dat verstand opengebroken wordt. En dat uw oprechte kinderen en al die kerken die geweldige mooie luide roep willen meegaan brengen. Alstublieft, Heren, kom met uw Heilige Geest over ons. Dat we het werk voor u kunnen en mogen doen in alle nederigheid. Want wij en ik kan helemaal niets uit mijzelf. We bidden daarom ook heel in het bijzonder, want als u die Heilige Geest uitstort, komt die boze ook. En die zal er alles aan doen om iedereen te vernietigen. Die twijfelt. De twijfelaars zullen het afladen weten. Heere, dat wij sterk mogen staan om uw oprechte kinderen nog te mogen overtuigen van die geweldige mooie waarheid. In al die kerken zitten die oprechte kinderen van u. Heere, dat we die liefde voor hen op willen brengen om
ze uit die kerken te roepen, met gevaar voor eigen leven. Maar het is het waard. Want wij weten dat u alleen maar het goede met ons voor hebt. En ook met hun. Kom daarom met grote kracht over ons, ook deze week. Dat we het werk voor u kunnen en mogen doen naar uw wil en welbaar. Open ons verstand, open ons hart. Dat bidden we en smeken we van u om Christus Jezus wil. En behoed en bewaar ons voor vallen, lieve Heer. Om Jezus wil bidden we dat. Amen. Na de inzameling, nogmaals, psalm 25 zingen. En dan het laatste vers daarvan, psalm 25 vers 10. Hoed mijn ziel voor vallen, daar hebben we voor gebeden. En red ze uit noden. Daarom zijn die psalmen zo ontzettend mooi. Daar ligt totaal het verlossingsplan in. Maak mij niet beschaamd, o Heer. Want ik kom tot u gevlogen. Komt u ook tot de Heer Jezus? Vlucht u naar de Heer Jezus? Ik wel. Maar eerst gaan we de inzameling doen. En zal ik u nogmaals psalm 25 vers 10 afkondigen. Laten we samen gaan staan en ook staan blijven om zegen te ontvangen. En dat prachtige mooie lied, psalm zingen, psalm 25 vers 10. Hoed mijn ziel. Jezus Christus in dat moment van die enorm grote beproeving. En hij zal ons verlossen. De oprechten gaat het licht op, dat weet u. Dat hebben we nu heel veel met z'n allen besproken en gelezen. Ook in de psalm. Maar wij willen eerst die geweldige mooie zegen van God meekrijgen. Dat we met z'n allen uw oprechte broeders en zusters mogen roepen. Gods oprechte kinderen. Dat willen we toch met z'n allen. Mijn verzoek is daarom ook of u met mij de hoofden wilt buigen om die
geweldige zegen van God mee te krijgen. Laten we de hoofden buigen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.